Oké, dames en heren, ook namens mij allemaal hartelijk welkom. Ik zie dat de teller nog steeds oploopt. We zijn op 65. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Het is natuurlijk geen dagelijks onderwerp, maar ik kan u beloven dat het toch heel interessant is om deze geschiedenis aan uw ogen voorbij te zien Hij gaan. hoeft niet te vertellen, dat weet hij, anders waren we er niet gekomen. Tot voor een paar jaar was Draka een van de weinige grote industrieën in de stad. In dit geval in Amsterdam-Noord. Producent van draad en kabel voor transport van elektrische energie, beeld en geluid en computerdata. Toepassing in de woning- en utiliteitsbouw, industrieën, scheepsbouw, vliegtuigbouw, auto-industrie enzovoort. Kortom, iedereen heeft ermee te maken. Er heeft iemand nog steeds een geluid op de achtergrond. Dan moet hij eventjes zijn microfoon uitzetten. De opkomst van de elektriciteit en later de ontwikkeling van kunststoffen speelde een belangrijke rol voor dit bedrijf. Maar twee wereldoorlogen en de voortdurende veranderende conjunctuur liepen als een rode draad door de boeiende geschiedenis van Draka. Ik begin met een kaartje van Amsterdam uit 1575 met het IJ en het gebied van Noord. In 1906 werd een raadsbesluit aangenomen voor de ontwikkeling van het gebied benoorden het IJ. Reeds eerder waren gronden verkocht. Dit speelde zich af rondom de Volewijk, de eeuwenoude natuurlijke landtong die vanuit Noord het IJ instak. Zeg maar binnen het rode cirkeltje. De Volewijk, de plek waar misdadigers werden tentoongesteld aan de burgers ter afschrikking, maar dit is een heel ander verhaal. Inpoldering vanaf het midden van de 19e eeuw leidde tot de Buikslotterham ten westen en land aan de Nieuwedammerham ten oosten van de Volewijk. De terreinen in de Nieuwedammerham werden bestemd voor vestiging van industrieën. En aan en nabij de Meenlaan werd woningbouw voor arbeiders gepland. Op die Nieuwedammerham, het ingepolderde gedeelte, kwam de Draka-fabriek te staan in het blauwe zonnetje, sterretje. Andere bedrijven waren daar al eerder. De Amsterdamse Droogdokmaatschappij, de ADM. En in de aangeplemde buiten Volewijkse landen. En de maatschappij voor zwavelzuurbereiding, voorheen vitriolfabriek Ketjen, sinds 1900 in de Nieuwedammer Ham. Aan de basis van de Draka-fabriek stond Jan Thewis Duyvis, geboren 5 juni 1884 en in 1905 afgestudeerd als werktuigkundige aan de TH te Delft. Een jaar later, door een voortgezette studie in Karlsruhe, haalde hij zijn elektrotechnisch ingenieursdiploma. Hij werkte onder andere bij de Duitse kabelwerk Oberspree in Berlijn en kreeg daar de kennis van kabelproductie. In juli 1910 werden terreinen aan het begin van de Meeuwelaan aan een particuliere bouwonderneming afgestaan. Hier kwamen vrijstaande huizen. In 1916 bouwde Gerrit-Jan Rutgers Villa de Volewijk voor deze Jan Thewis Duyvis. Het huidige huis heeft nog veel stijlkenmerken van de bouwtijd, zoals glas-in-loodramen. Hier zien we een portret van ingenieur Jan Thewis Duyvis. Die had ik net in de haast even overgeslagen. Maar dit huis staat er dus nog steeds. Dit zijn foto's van het interieur van 1979 met de hal.
en links de huiskamer en de werkkamer. Je moet zich dus voorstellen dat Jan Tewes in die werkkamer heeft gewerkt, gestudeerd. Het huis in 2010 in de sneeuw. En het huis staat met de kenmerkende geknikte dak net naast een ventilatieschacht van de ijtunnel. En rechts ziet u het huis staan in de tijd van de bouw van de tunnel, een foto van 1963. Goed, eind 19e eeuw kwam elektrisch licht in Nederland in opkomst. En dit in plaats van gaslicht en daarvoor gebruikte men olie. Een nieuwe fase breekt aan. De komst in 1908 van de metaaldraadlamp in plaats van de kooldraadlamp, waarbij de gloeidraad nu van metaal, voornamelijk wolfram, is gemaakt. En de komst van de stoomturbine voor goedkopere elektrische energie bracht elektrisch licht binnen ieders bereik. Tot 1910 komt de elektrische geleiding, de kabel, uit het buitenland. Voornamelijk Duitsland, Engeland en België. Er bestonden geen voorschriften betreffende de rubberisolatie van de draad. De kwaliteit was slecht. Het is dus Jan Tewes Duyves die geleerd had hoe kabels te produceren. Hij raakte bevriend met de Engelsman Francis Joseph Osborne Howe. Osborne Howe. En samen met hem maakte hij het plan om in Nederland een fabriek op te richten ter productie van met rubber geïsoleerde leidingen. De Zaanlandse familie Duyves van de plantaardige olie en later de nootjes zijn gelieerd met de koekjesfamilie Verkade, twee zeer bekende kreten uit het Zaanse, was bereid het stichtingskapitaal te storten. En zo ontstond op 20 april 1910, 111 jaar geleden, de NV Hollandse Draad- en Kabelfabriek, later kortweg Draka. De eerste kabelproducent van Nederland. Vanaf de Meeuwenlaan, de scheidingsweg tussen woon- en industriegebied, kijken we via een toegangsweg naar de fabriek op de achtergrond. De locatie achter het gedempt Hamerkanaal. Het ligt dus volledig aan het ei, wat natuurlijk heel erg handig is. Aan de Boorstraat rees een fabriekje van 30 bij 35 meter op een terrein van 16e hectare. Het gebouw had één stenen muur, de linkermuur op de foto, en de andere wanden waren allemaal van hout. Dit uit het oogpunt om later uitbreidingen makkelijker mogelijk te maken. Dus men had toen al in de gaten dat het wel eens een succes zou kunnen worden. Het terrein was een troosteloze vlakte met een primitieve toegangsweg. Machines en grondstoffen werden over het ei aangevoerd. De Nieuwedammer beurtschipper Van Galen onderhield met een botter de verbinding met de stad en later nog met een motordekschuit en hield dat vol tot 1971. ...30 december 1910 begon de fabriek proef te draaien. En in april 1911 ging de fabriek officieel in bedrijf. Bij Draka werkten toen 30 arbeiders met jongens van 13 en 14 jaar oud. Je ziet er hier een stel op de voorgrond. Zesde van links van de volwassenen is Jan Duyves te zien. Ik zou willen zeggen de man met de hoed, maar iedereen heeft iets op zijn hoofd, dus dat helpt niet. Nog even, hier zien we dus links op de achtergrond de houten wand en rechts de enige stenen muur van het fabriekje. Een van de eerste foto's van het interieur van de fabriekshal
in 1911. Met een mengwals op de voorgrond voor de productie van rubbermengsels. En achter de arbeid zien we de kalander. Zometeen komt die naam nog een keer voor. De kalander waarmee rubberdoek wordt getrokken. Die gaat via drie van die walsen, komt daar uiteindelijk doek uit. De concurrentie kwam vooral uit Duitsland. Op een speciaal voor Nederland ontwikkelde kabel stond: Darf nur in Ausland verwendet werden und nicht wieder in Duitsland eingeführt. Met andere woorden, die kabel die was zo verrotte slecht dat die Duitsers het zelf niet meer terug wilden hebben. En daar stak natuurlijk Draka, die maakte daar gebruik van door te zeggen: nou kijk eens, die kabel is zo slecht, ze willen hem zelf niet eens meer hebben, dus onze kabels zijn veel beter. Met de elektrificatie ging het voorspoedig. Al in 1914 volgde een grote uitbreiding. Philips werd financieel deelgenoot. En concurrent werd de NKF, oftewel de Nederlandse Kabelfabriek in Delft. De markt werd echter spoedig verdeeld in hoogspanningskabels voor de NKF en laag- en middenspanningskabels voor Draka. Fabrieksmeisje zien we hier met een diploma in de jaren 20 van de vorige eeuw. Wie zijn deze meisjes? En waarom zien ze er zo koddig uit? En bij toeval stuit ik op een tekening van Herman Heijenbrock. En toont het controleren van kabels door vrouwen of meisjes. U ziet dezelfde kledij. Jaren 20 van de vorige eeuw. Impressies van de fabriek. Voor de rubberisolatie was er een waswals, een mengwals en een zogenaamde kalander, net genoemd. Het plastische materiaal tussen drie ronde walsen tot een uiteindelijke folie. De koperdraden werden met rubber bespoten en zo van een laag voorzien. Of de elektrische kabels, de koperdraden werden geïsoleerd door middel van rubberbanden. Dat proces ziet u hier. Een tweede afbeelding, een pastel van Herman Heijenbrock, van de rubberafdeling met walsen voor het mengen van rubber en drie arbeiders op de voorgrond. Die zijn dus bezig om die rubberproducten nog verder te mengen. En op de achtergrond ziet u de drie cilinders van de kalander. Niet te verwarren met kalender, want dat is iets heel anders. Heijenbrock was een zogenaamde industrielandschappenschilder. En heeft heel veel fabrieksinterieurs geschilderd. En ik maak er dus dankbaar gebruik van dat hij ook twee keer Draka voor zijn penseel heeft gehad. Hier nog wat foto's van de fabriek in de eerste decennia. De zogenaamde vlechtzaal met snelvlechters voor draadomvlechting. En we zien vlechtmachines, onder andere, waarmee dus de koperkern met katoendraad werd omvlochten. Maar eerst moest het katoen op klossen worden gewikkeld. En dat gebeurde aan spinmachines. En rechts ziet u nog eens een keer zo'n vlechtmachine. Het katoenvlechten was vooral een vrouwenbaantje. 24 vrouwen die werkten dus aan de vlechterijen, aan de spinmachines. Zeker in de beginperiode. Typisch vrouwenwerk. Katoendraad was meestal in twee kleuren, rood en zwart. De zogenaamde Amsterdamse kleuren. En ook werd er de kendraad gemaakt. Dat bestaat niet meer, maar als je nog oude elektriciteitskabeltjes, draadjes bekijkt, dan liep er altijd een heel dun katoendraadje ook mee.
Dat was de zogenaamde kendraad. Ook altijd in rood en zwart. Als het van draken was. Dus die liep mee in leiding als een soort herkenningsmechanisme. Hier de impressie van het oude hoofdkantoor. Het laboratorium was uiteraard ook nodig voor het ontwikkelen van allerlei nieuwe producten. En ook een dokterskamer mocht niet ontbreken, want u zult het al wel gezien hebben. Veiligheid was in die tijd nog maar een heel ondergeschikt item. En met al die machines ging het best wel eens een keertje fout. En hier de overzicht van de hoofdzaal. Een wirwar van machines en draaiende onderdelen. De productie en de fabrieksruimte groeiden gestaag. Meer type kabels werden ontwikkeld. Een eerste vuurdoop was de Eerste Wereldoorlog, want daar zaten we natuurlijk al vrij snel tegenaan. Koperwalsdraad werd schaars. Deze eerste vuurproef voor Draka werd gesymboliseerd door het nieuwe Draka handelsembleem. Een vuurspugende drakenfiguur in een ovaal. Zo kreeg Draka een dubbele betekenis. Als afkorting van draad en kabel. Het van ouds het telegramadres. Telegram, wat is dat ook alweer? Lang geleden. En synoniem met de draak. Maar juist in die oorlogsjaren, 1914-1918, kreeg heel Amsterdam elektrisch licht. Toch wel een luxe artikel. En er was ook veel export. Dus in 1916 ontstond er alweer een geheel vernieuwd fabriekscomplex. En kort na 1918, na het aflopen van de Eerste Wereldoorlog, introduceerde men zelfs een doorbetaalde 3-daags vakantieverlof. Ja, ja. Een van de oudste, zo niet het oudste monsterbord. Met alle kabels die er toen voorradig waren en gekocht konden, aangeschaft konden worden. En ander reclamewerk uit de 20e jaren. Nou, u ziet, en het grap is, rechts ziet u een man met een telefoon aan zijn oor. Een horen. En laat ik nou toevallig zo'n telefoon hier in mijn huis hebben. Die werd bij mijn ouders nog thuis gebruikt als huistelefoon. Dus die is al 100 jaar oud. En bij toeval zag ik hem dus op die affiche, reclameaffiche staan. Leuk hè? In 1925 het voltallige personeel op de foto bij het 15-jarig bestaan. Kijk maar even of u er een bekende tussen ziet. En op 23 mei 1930, we schieten zo steeds door de geschiedenis heen, was er hoog bezoek. Koningin Wilhelmina, gemaal Prins Hendrik en dochter Prinses Juliana kwamen een kijkje nemen in Noord. Links ziet u hier Prins Hendrik, Koningin Wilhelmina en tussen die twee en daarachter de blik van dochter Juliana. En rechts van Wilhelmina loopt Jan Duyvis, de directeur. Juliana kijkt hier aandachtig toe. En links zien we ook de aanwezige toenmalige burgemeester van Amsterdam, Willem de Vlucht. Ter herinnering aan het bezoek, een oorkonde met handtekeningen van de koninklijke familie. Hier zien we hier onderop Wilhelmina, Hendrik en Juliana. In de jaren 30 was er ook al behoorlijk veel crisis.
Maar tussen directie en personeel bleef een zeer menselijke band bestaan. Zo was er in 1935 een plaquette van het personeel ter ere van het 25-jarig directeurschap van Duyvis. Een mooi bronzen kop. En hier het hele complex in 1930 op een fraaie tekening met de kenmerkende schoorsteen die het heel lang heeft volgehouden. U ziet, het complex was al behoorlijk uitgebreid. In 1940 de viering van het 30-jarig jubileum. Alle beambten met midden voor directeur Duyvis. Het was uiteraard een sobere plechtigheid, zo aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1940. De maquette werd gepresenteerd. Op de foto ziet u alweer een aangepaste versie van een decennia later. Met aan de bovenzijde het blauw van het ei en aan de tussendoor slingert een weg, de Ketelstraat, de Hamerstraat en het gedempt Hamerkanaal. De crisistijd en de Tweede Wereldoorlog vormden een tweede grote vuurdoop voor Draka. Het bedrijf kwam onder Duits toezicht, maar er werd dapper weerstand geboden tegen de maatregelen van de bezetter in het bedrijf. En tijdens de Tweede Wereldoorlog spande een voedselcommissie van Draka zich in om werknemers van de eerste levensbehoeften te voorzien. De solidariteit was groot. Draka was in februari 1942 een van de eerste bedrijven die staking hield als protest tegen jodenvervolging. Represailles bleven niet uit. In de hongerwinter zien we hier de totale bijdrage van voedsel en kleding van Draka aan zijn personeel. En wel van de periode van september 1944 tot juni 1945. Nou, u ziet alle toenmaals benodigde behoefte aan voedsel en andere zaken. En deze tekening, zeg maar, die is als een tegeltableau door het personeel na de oorlog aangeboden uit dankbaarheid voor het verstrekte voedsel, de kleding en de brandstof in het laatste oorlogsjaar. Veel materieel op Haspels was verstopt op de eibodem. Dat is toch wel heel slim gedaan. En hier komt een Haspel weer op het droge na de Wereldoorlog in 1945. Nou moet ik even... Dat gebeurt ook. Een tel even de kat naar buiten laten gaan, want een kat heeft personeel. Twee tellen. Ja, daar is die weer. Een afbeelding uit 1950 met op de voorgrond het monument, waarover nu zo meer. Want een monument uit 1945 aan de voet van het zogenaamde C-gebouw herinnert aan de oorlogsslachtoffers van Draka tussen 1939 en 1945. Er staan 17 namen op van fabrieksmedewerkers als slachtoffer van oorlogsgeweld. En in 1940 waren er bijvoorbeeld 780 personen werkzaam in de fabriek. Hier ziet er dat monument, primitief van beton, maar wel memorabel natuurlijk. En de kranslegging in 2010 door de algemeen directeur, vertegenwoordigers van PNO en twee mensen van de ondernemersraad. En zo werd er elk jaar een herdenking gevierd op 4 mei. Een klootzak neem er een raad bij. En hier zitten de namen van de 17 oorlogsslachtoffers. Een aantal zijn gefusilleerd, een aantal zijn naar een concentratiekamp afgevoerd en nooit meer teruggekomen.
En zo zijn er nog een paar gestorven door oorlogsgeweld. Maar Draken is weg, dat heeft hij natuurlijk in het begin kunnen lezen. En wat is er dan met dat monument gebeurd na de uiteindelijke sluiting van de fabriek? Nou, godzijdank is dat bewaard gebleven. Het monument werd in 2016 verplaatst naar de gemeentelijke begraafplaats De Nieuwe Noorder. Aan de Buikslotermeerdijk. En op vrijdag 4 mei 2018 vond hier op deze foto de jaarlijkse herdenking van 17 gestorven Draka-medewerkers plaats. En dat zal dus ook nog elk jaar gebeuren. Voor de wederopbouw na de oorlog waren kabels natuurlijk weer heel belangrijk. En ook Draka had er uiteraard een hele belangrijke taak in. Maar de opstart was heel moeilijk door schaarste aan materialen. Toch werd wel 1500 kilometer draad en kabel per week geproduceerd. De werknemers kregen als attentie bij de kerst in 1945, tekenend voor die tijd, voor de heren een pakje chèque en de dames kregen een zakje hazelnoten. Ik laat er nu een klein stukje van een Draka bedrijfsfilm zien. Een 16 mm film uit 1943, notabene dus midden in de oorlog gemaakt. Totaal duurt dat 20 minuten. Dat is een beetje moeilijk om te volgen. Het is ook allemaal niet zo best, maar ik laat even een minuutje zien. Hopelijk doet hij dat. Oké, het geluid was niet al te best, maar daar kan ik niks aan doen. Hier nog wat afbeeldingen uit de 50er jaren, dus na de Tweede Wereldoorlog. Zeg maar het hoofdkantoor. En hier twee foto's uit 1953 van de fabriek. En twee fraaie fabrieksplaten van Cas Oorthuis. Een heel beroemd fotograaf in de vorige eeuw. Die in 1956 ook deze en de volgende foto heeft gemaakt. En na gedane arbeid naar huis. 1978. De gemeentepont vanaf het fabrieksterrein naar de Ruiterkade na een werkdag. En hier zoomen we nog iets in. Ze komen dus van de Drakenfabriek, want de pont ligt daar dus net naast het terrein. Op 20 april 1950 werd het 40-jarig jubileum van de in blakende welstand verkerende fabriek gevierd. Mede met een fraai plaatwerkboek met foto's van Cas Oorthuis. U hebt er net al een paar gezien. Het jubileum stond volledig in het teken van het afscheid op 1 mei van de grondlegger en de directeur Duyvis. Hij is uiteindelijk overleden in 1979 op 12 juli. Toen was hij 95 jaar oud. Maar ook een stichtelijk woord voor de arbeiders. Er werd aangedrongen op nauwgezetheid, verantwoordelijkheid en ijver.
Een plaquette van het gezamenlijk personeel herinnert aan beide gebeurtenissen, het 40-jarig bestaan van de onderneming en het 40-jarig directeurschap van de oprichter. En ook weer bij toeval stuit ik op een krijttekening van Willem Gerard Hofker, W.G. Hofker, ook bekend van het boek met die poortjes, prachtig mooi. En die heeft duifjes gekrijttekend in 1951. Dus dit is de oude directeur en de nieuwe directeur die dus voor hem in de plaats kwam, was deze zeer streng kijkende man, meneer Boonstra. Het personeel bood tevens aan de directie een glas in loodraam aan. U hoort wel in de loop van het verhaal al dat het personeel heel vaak cadeautjes aan de directie gaf. Met andere woorden, het personeel vond dat de directie er toch wel goed voor ze zorgde. Hier een detail van het onderstuk van het glas in loodraam. En linksboven, en dat is hier, ziet u een rood gedeelte. En dit is de plek van het eerste fabriekje. En als u dat even afzet tegen dit hele complex nu. Dat is wel grappig, hè? Dat het zo in dat glas in loodraam kenbaar wordt gemaakt. Ook de gezamenlijke Draka grossiers boden een glas in loodraam aan. Was kennelijk toen in die tijd erg populair. En onderop zien we in een lint met de tekst staan. De grossiers die voor Draka heel het land tot in de verste hoek bewerken, zullen de reeds zo hechte band voortdurend nog versterken. Nou, rijmen konden ze ook wel. 1910-1950. En in een van de gangen hing ook nog een wandtapijt met een veelkoppige draak erop. ...1950 was ook het jaar van de start van plastic producten, te weten PVC, polyvinylchloride, als isolatie en als mantelmateriaal in plaats van het natuurlijke rubber. De tekening laat de moleculaire structuur zien. Voor degene die ooit scheikunde hebben gestudeerd, moet dat wel een ABC'tje zijn. En reden was de sterke groei van kunststoffen als plastic, het zogenaamde toverproduct, als buismateriaal, als doek voor de kledingindustrie en voor slangen. En de bedradingen met kunststofomhulling van neergeschoten vliegtuigen in Wereldoorlog II vormden eigenlijk de inspiratiebron. Men zag toen dat kunststof werd gebruikt om elektrische leidingen te ommantelen, omwikkelen. En zo kwam het op het idee om dat ook verder te gaan toepassen. Door de snel stijgende vraag was Draka Plastics al in 1947 opgericht. En in een verbouwde fabriek in Hillegom werden de plastics verwerkt. Schuimplastic matrassen werden een groot succes. Kort erop volgde samenwerking met de Polva-fabriek waar kunststofbuizen werden gefabriceerd. En in 1956 volgde een nieuwe vestiging in Enkhuizen, het huidige Pipelife Nederland. Dus daar worden nog steeds kunststofbuizen geproduceerd. En dat zit op de achtergrond, u ziet dat dan links bovenin. Maar ja, ik vond het zo'n mooi plaatje. Ik denk dat dat moet dan maar eventjes een beetje naar de achtergrond. Op kabelgebied kwam er in 1958 samenwerking met de Nederlandse kabelfabriek in Delft, de NKF. Eerder genoemd, de naoorlogse opbouw was ongeveer voltooid. Oprichting van de EEG, toenemende concurrentie, vereiste samenwerking. En de naam wijzigde is in de NV Nederlandse kabelfabrieken. Erg origineel waren ze niet, dus het bleef allemaal een beetje in hetzelfde stramien, die namen. Een nieuw, modern uitziend Draka hoofdkantoor werd in 1960 bij het 50-jarig jubileum in gebruik genomen. Het personeelsbestand bedroeg inmiddels in totaal zo'n 4000 mensen.
Rechts zien we de hal met trap van de eerste etage. Architect van het gebouw was Jan van der Linden. Hier een overzicht van het nieuwe kantoor en een deel van de rest van het terrein. Ook gaf Draka in 1960 een boek uit, In de Draak. Een leuk boekwerkje over het fenomeen draak. Dat heeft dus verder niks met de fabriek te maken, maar alleen met de naamstelling. En, nou, ik heb het boek hier en dat is ontzettend leuk om te lezen, want waar nou een draak vandaan komt, dat is nog een heel mysterieus en heel ingewikkeld verhaal. Want het is natuurlijk niet een bestaand dier. En er zijn heel veel variaties in van bekend. Hoe zo'n beest eruit ziet. En dan gaan we weer. Het personeel bood de directie in 1960 bij het 50-jarig jubileum een wandschildering aan van Hans Baaijens. En dat kwam in de hal van het nieuwe hoofdkantoor. Afgebeeld zien we twee leefwerelden van de arbeider. Links industrie en rechts het gezin. En na 30 jaar werd helaas het kantoorgebouw, inclusief deze schildering, alweer gesloopt. En we zien dus een afdruk van het originele schildering als boekomslag. Hans Baaijens, schilder en vooral beeldhouwer. Hij leefde van 1924 tot 2003. En hij staat hier naast het gipsen ontwerp van de buste van Multatuli. Een foto van 1987. En het bekende beeld van Multatuli op de torensluis uit 1987. De 100ste sterfdag van Multatuli. Nou, ik hoef niet te zeggen dat u dat beeld allemaal wel kent. Is dus van Hans Baaijens. De tijden waren slechter geworden. Het personeel was veelal de dupe, zoals in 1958. Te veel productieafval of afkeur van materialen, geen kerstpakket. In 1961 volgden andere maatregelen naar aanleiding van de invoering van de vijfdaagse werkweek, 1961. Tijdverlies door te laat komen of te vroeg eindigen met werken moest worden voorkomen. En tijdverspilling als gevolg van koffiedrinken diende te worden teruggebracht. Door verdere nieuwbouw moest de fabriekskantine in 1962 weg na 40 jaar. Van oorsprong was het gebouw het houten jaarbeursrestaurant uit Utrecht. Voorheen was deze kantine door een houten schot verdeeld in een schaftlokaal voor arbeiders en een beambtenkantine. De arbeiders betaalden 3 cent voor een kop koffie. De beambten hadden gratis koffie. Want arbeiders die zouden geen maat weten te houden als ook zij gratis koffie konden krijgen. En hier zien we de bankjes, de kenmerkende bankjes die voor die kantine stonden. Als het weer goed was, zoals bijvoorbeeld vandaag. En die nieuwe fabriekskantine die het veld moest ruimen, die werd dan binnen in een gebouw op de tweede verdieping ondergebracht. Waar enorm veel protest tegen was, want iedereen moest maar die trappen op en af lopen. Een panorama zien we hier van de noordelijke IJ-oever. Circa 1960. Links de gebouwen van motorenfabriek Kromhout. En daarnaast Stork. En dan tenslotte het hele IJ-front van Draka. Draka Plastics en Kabels inmiddels. De vestiging Amsterdam, hè, want ze hadden meerdere vestigingen ook in het buitenland, telde toen circa 1300 werknemers. De malaise duurde echter voort, mede door de hoge koperprijzen. De afbouw van de IJ-tunnel in 1968 leidde tot een opbloei. Draka leverde onder andere 500 kilometer draad en kabel voor dit project. En Noord werd zodoende ook veel beter bereikbaar.
Dan gaan we 2 jaar verder. In 1970 was er een overname van de aandelen door de Philips NV. De gloeilampenfabriek was overtuigd van een goede samenwerking met de producent van elektriciteitskabels. Dat hebben ze dus al eerder een keer gedaan. En het idee is natuurlijk niet slecht. En die nieuwe NKF-groep die bestond voortaan uit de werkmaatschappijen Draka Kabel, Draka Plastics en Polva Nederland. Maar door ruimtegebrek en tekort aan mankracht hier in het Westen werd er een nieuwe kabelfabriek in Emmen opgezet. Dat is nu nog steeds een productielocatie van Draka en Prysmian inmiddels. De 70er en 80er jaren werden moeilijke jaren mede door de oliecrisis. Grotere export moest redding brengen en herstructurering werd onvermijdelijk. En in de jaren 86 tot 1990 volgde een algehele renovatie van de verouderde gebouwen. De afbeelding laat het complex zien in 1979, dus ook tot de eigenlijk complete sloop. Bijna alles werd gesloopt en een heel nieuw bedrijfscomplex opgericht. En zo verdween ook die kenmerkende schoorsteen die we hier ook nog zien, die verdween ook. Nou, hier gaat het ook. Ho. Op het lippertje kon de oude draak van de ondergang worden gered. En kwam het smeedijzeren logo uiteindelijk opgeknapt op de gevel van het experimentgebouw. Kan er iemand dat geluid uitzetten? De vuurspugende bek van de draak staat in verbinding met de opgerolde kabel. Kunnen we hier beter zien. Maar na 15 jaar, na 15 jaar onder de heerschappij van Philips werd Draka weer zelfstandig in 1985. Nieuwe types kabels werden ontwikkeld, specifiek in de computerindustrie, die toen heel belangrijk werd. Het aantal medewerkers in Amsterdam daalde wel gestaag, omdat natuurlijk de machinerie, werd meer automatische toestanden, dus we hadden veel minder arbeiders nodig. Het hele complex zien we hier vanaf 1990 naar die grootschalige nieuwbouw. En hier een beeld langs het water, tot aan de watergrens werden gebouwtjes neergezet. Tussendoor nog iets over de diverse personeelsbladen met de kenmerkende namen. De zorg voor het personeel was goed, dat hebben we al gemerkt. In 1927 verscheen het eerste personeelsblad, de Draka-omroep. Tijdens de oorlog werd het gestopt, maar na de oorlog werd het weer herstart tot 1978. En in 1946 begon men weer vrolijk opnieuw te tellen met eerste jaargang nummer 1. En het personeelsblad wijzigde in samenslag na aanleiding van het samengaan met Philips. Maar na 15 jaar werden ze weer zelfstandig en werd het de Draka Kabelkrant. En als laatste was er het bedrijfsmagazine Draadkracht. Nou, het is allemaal wel mooie namen waarover nagedacht is. We zitten inmiddels in 1990 en het herdenkingsboek 80 jaar Draka verschijnt, ziet het levenslicht, hè, moet je ook zeggen. Ja. En de omslag van dit boek was dus die wandschildering van Baerts. Maar nog even iets, hier zit op de voorgrond het complex en op de achtergrond in die rode pijl, daar liep dus een water langs, dat was het zogenaamde Hamerkanaal, dat liep dus langs het terrein. Dat was soms wel eens handig. Maar vanwege de bereikbaarheid via wegtransport, want ja, watertransport werd al langer meer verdrongen door wegtransport, werd het kanaal gedempt in de 80e jaren van de vorige eeuw en de straat heet nu, heel origineel, gedempt Hamerkanaal.
U ziet hier het water van het Hamerkanaal met op de achtergrond de drakenfabrieken. En nou, rechts ook nog eens een keer dichterbij. En dat het een water geweest is, dat ziet u wel aan de huidige gedempt Hamerkanaalstraat, zeg maar. Want dat is een hele brede straat. In 2010 een groot feest. Draka bestaat 100 jaar. Inmiddels een wereldbedrijf met een omzet van ruim 2 miljard euro. En wereldwijd 9.500 medewerkers, waarvan er in Amsterdam-Noord nog maar 150 man rondliepen. Ik laat u wat impressies zien van 2010. Hier de buitenopslag met al die haspels waar kabels op zitten. Rollen met koperdraad die dan verder verwerkt worden. Dit is de zogenaamde groftrekbank. Want koper wordt aangevoerd met een als standaard materiaal van 8 mm dik. En wordt dan voor elke gewenste draaddiameter getrokken via zo'n trekbank tot wel 0,1 mm. Maar als je dat gaat uittrekken, zeg maar, wordt die draad dus inmiddels ook veel langer. Dus die wieltjes die gaan steeds harder draaien. Maar dat koperdraad wordt dan heel hard en dat moet niet. Dus dan wordt het elektrisch gegloeid om het weer zacht te maken. Hier worden die koperdraden samengeslagen, in elkaar gedraaid. En hier ziet u een extruder waar door een spuitkop een kunststoflaag om de geleider van koper wordt gespoten, aangebracht. Er staat ook een loodpers, dat is een hele oude machine uit 1938, waarin lood vloeibaar wordt gemaakt en als bescherming om een kabel geperst. Een loodkabel werd vooral gebruikt in de petrochemische industrie, omdat het bestand is, dat lood is bestand tegen chemische verontreinigingen. En die loodpers heeft dus tot de laatste dagen van zijn bestaan dienst gedaan. Hier een vlechtmachine voor staaldraad, een omvlechting als mechanische bescherming. Het samenslaan van aders. En hier ook nog een keer een strander, zoals dat ding heet. Die slaat dus die aders samen, maar die draait ze, die tordeert ze ook gelijk. En dat doen ze omdat die kabel dan buigzaam blijft. Anders wordt het één strakke, lange lijn. Dan kan je niks meer doen. Dit is een zogenaamde armeermachine, oftewel een wapening die aangebracht wordt om een kabel. In dit geval dus van ijzerdraad of staaldraad. En je kunt je voorstellen, in je tuin, als daar een kabel ligt, dan moet er dus een armering, een wapening omheen zitten. Want als je met je schop door zo'n elektriciteitskabel slaat, dat is niet zo lekker. Nou, alle type kabels hebben een aparte kleur. Dat is ook voor de gebruiker makkelijk, dat je weet wat voor soort kabel dat is. En dat geeft hele mooie effecten, kleurrijke effecten. En op het terrein stonden nog heel veel van deze hallen, deze loodse hallen, met het zogenaamde zaagtandmodel. Per jaar worden er vele duizenden kilometers kabel geproduceerd. In een auto zit bijvoorbeeld minimaal 1,5 kilometer kabel. Dat zullen er inmiddels wel meer geworden zijn, want tegenwoordig is alles elektronica. Alle soorten kabels werden gefabriceerd. Ook haardunne voor de stoelverwarming bijvoorbeeld. Of hele dikke die gebruikt worden in windmolens. En ik laat je even in dit ene plaatje de kabelopbouw zien in grove lijnen. En dan moeten we dus even van rechts, dat is dan binnen, naar links toe kijken. En we beginnen dus met een stroomgeleider van vertint koper. Dus hier, en daar komt er isolatie omheen. En dan nog eens een keer een mantel komt er omheen van kunststof. Dan een bewapening, een mechanische bescherming. En dat kan staal of koperdraad zijn. Dan nog een keer een buitenmantel van kunststof. Dus dat is een hele vrij ingewikkelde opbouw. En soms zit er nog een extra chemische afscherming in de vorm van lood.
Nou, en dat brengt ons naar een heleboel soorten kabels. Ik laat er een paar zo de revue voor energieoverdracht, informatieoverdracht, de zogenaamde coaxkabel, die kent u allemaal wel. Glasvezel, kent u waarschijnlijk ook inmiddels wel. Signaalkabels, instrumentatiekabels, rubberleidingkabels, stuurstroomkabels. U kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een kabel voor. Openbare verlichting, de IMV-kast, is ook een kreet die je nog wel eens een keertje tegenkomt. En een installatiekabel, omvlochten en gearmeerd. U ziet, het is een kleurrijk geheel. Ik heb het al een paar keer genoemd, ook die kabels worden soms met staalvlechtwerk omvlochten als een soort bescherming, hè, tegen geweld van buitenaf. En hier in mijn huis heb ik dus dit ding staan. Dat is dus een kabel van ProRail, een 10 kV. En u ziet dan die geen stalen ommanteling, bewapening zeg maar van koperdraad en ook nog slierten die eromheen zitten. En hier een doorsnee van die kabels en dat is dus geen koper, maar in dit geval aluminium. Want aluminium geleidt elektriciteit ook goed, iets minder dan koper, maar is wel een stuk goedkoper. En u ziet een hele doorsnee en die koperdraadjes die er onder andere uitgepeld zijn geworden, die kunt u hier langs de binnenrand van die ommanteling, kunt u nog net die pikkie zien. Ik hoop tenminste dat u dat kunt zien. Nou, en er zijn ook neveneffecten in de buurt van spanningskabels. Nou, dat is dan dit grappige plaatje. Ik hoop dat u het niet te schokkend vindt. En bij het vervangen van of aanleg van kabels gaat het ook wel eens mis of wordt het een rommeltje. Zoals u zult dat allemaal wel eens van dichtbij meegemaakt hebben of aan de lijve hebben ondervonden omdat je met je fietsen niet door kan of weet ik veel wat. Nou, ik heb de naam al een keer laten vallen. Sinds 2011, dus net een jaar na het 100-jarig bestaan, is er een Italiaanse eigenaar gekomen. Prysmian uit Rome. Zeg ik dat goed? Nee, Milaan. En Prysmian is inmiddels wereldleider kabelmaker. En in zijn groep zit dus Draka, een hele grote speler. En ook General Cable uit Amerika, ook een hele grote producent, zit in die Prysmian groep. Maar het betekent het einde van Draka in Noord, want de fabriek verhuist in 2015 voor het grote deel naar Delft. En het terrein blijft dus leeg achter. Er werd zelfs een liedje gemaakt. Amsterdam huilt omdat Draka verdwijnt. Nou, dat gaat zo even door. Toch werd er op een scheiden schaal het 110-jarig jubileum gevierd in 2020. Dat is verleden jaar nog. Maar op een scheiden schaal, want Draka is natuurlijk niet meer zelfstandig. Het terrein van Draka wordt omgetoverd tot een nieuwe woonwijk. Er komt een boulevard langs het IJ. 1700 woningen, horeca en winkels. De nieuwbouw wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar Provast met de Amerikaanse investeerder Heinz. Niet Heinz Ketchup, maar Heinz, H-I-N-E-S. En hier zien we nog een artist impressie. Nou zijn die artist impressies altijd in het algemeen mooier dan wat het uiteindelijk wordt. Maar ja. De bouw zou of zal starten in 2022, 2023. Dus dat is al redelijk snel. Maar het kan best ook wel wat later worden, want dat is bijna altijd wel het geval met dit soort projecten. Toch is de projectontwikkelaar ook van plan om oude elementen van die Draka-fabrieken nog te hergebruiken. Bijvoorbeeld de spanten die we hier van de hallen
die we hier ook afgebeeld zien. Ja, zo nemen we afscheid van een industrie in Noord. En ik laat u nog even wat impressieplaatjes zien van het terrein zoals het er nu bij staat. Want eigenlijk alles staat nog overeind. Maar je kunt zien dat het al een paar jaar buiten gebruik is. En die tekenen zijn al duidelijk zichtbaar. Dus dit zijn foto's die heb ik gisteren nog gemaakt. Dus actueel kan het eigenlijk niet. Hier een van de zijgevels van de fabriekshallen. Hier een doorkijkje richting het IJ. Stond altijd vol met auto's en rollen kabels. Hier, ja, als je wat dichterbij kunt u wel zien dat het al verweerd raakt. Hier de hele lange zijgevel van het hele fabriekscomplex. En hier is eigenlijk de toegang, het hoofdkantoor, de toegang tot de fabriek. En als je dan rechts die entreedeur ziet waar dagelijks honderden mensen erheen gingen, dan ziet u wel dat het verval al aardig ingetreden is. Nou, dit is dan een mooi sfeerplaatje van de zaak is gesloten of afgesloten. Ja, en met deze luchtfoto van het IJ en aanliggende gebieden zijn we het einde gekomen van dit verhaal. U ziet dus de Drakencomplex op de voorgrond, het oostelijk havengebied daarnaast en verder op de achtergrond het Zeeburgereiland en IJburg. En nogmaals, het hele complex, dus niet alleen het Draka, maar het hele industriegebied daar daarnaast en er tegenaan, tot aan de Meeuwelaan. Dat wordt dus een grote wijk met 6700 woningen. En dat valt onder de naam het Hamerkwartier. En het wordt dan omringd door de zogenaamde Vogelbuurt, ten noorden van de Meeuwelaan. Dus hiermee wil ik u danken voor uw aandacht.